IRTV hoopt nog steeds om de nieuwe regiozender van Groningen te worden. Dit ondanks het advies van het provinciebestuur aan de Provinciale Staten dat gisteren bekend werd gemaakt. Daarin werd gekozen om de uitzendlicentie aan RTV Noord te geven. Ondanks dat IRTV zegt hetzelfde te kunnen leveren als RTV Noord, maar voor enkele miljoenen minder. Oprichter Peter de Graaf ziet positieve kanten aan het advies. Wat je ziet aan hun advies is dat zij zeker met ons meegaan in onze visie om voor een veel bredere doelgroep televisie, radio en internet te maken. Oftewel de regionale zender voor alle Groningers, precies onze visie. Wat zij niet helemaal begrepen hebben en ook de accountants niet, is hoe je in 2013 een regionale omroep van grond af aan zou kunnen opbouwen met minder financiële middelen. IRTV wil het anders aan gaan pakken dan RTV Noord. Wat je ziet in 2013 is er heel veel mogelijk. Met een groen scherm en een laptop kan je in principe al live met een 3D-decor. Dat is natuurlijk een heel andere aanpak dan dat je een decor van 250.000 euro laat bouwen. IRTV laat het er niet bij zitten. We geven natuurlijk niet op, want de beslissing is nog niet genomen. We gaan nog steeds door met onze promotieteams. We spreken met de burgers in de straat. En Facebook gaat uiteraard door. En natuurlijk is de lobby met de politiek nog niet afgelopen. De Provinciale Staten beslissen op 24 april definitief wie de licentie krijgt.